En verder? Ja. Je bent inmiddels 42. Ja, ik ben echt heel, heel oud. Er zijn... Ja, ik schrok van de week. Iemand die wees me op een lijstje. En er blijken 10 profs in de wereld ouder zijn dan ik. Ja, want je bent weer prof. Ja, officieel wel, ja. Ja, en dat is een van de oudste ter wereld. Waarom begin je weer? Omdat ik er... Nou, dat zijn eigenlijk 3 belangrijke redenen. En echt, ja, de belangrijkste is eigenlijk dat ik de afgelopen jaren ontzettend veel plezier heb teruggewonnen. Dat ik heb gezien dat ik het eigenlijk stiekem nog steeds wel ontzettend leuk vind. Ook om wedstrijd te rijden op zo hoog mogelijk niveau. Wat heeft eraan bijgedragen dat je er weer zin in kreeg? Want je schreef natuurlijk heel veel over de wielersport. Is dat het? Of? Nou... In het begin, ik heb eigenlijk altijd over wielrennen geschreven toen ik stopte. En ik denk dat wat er vooral heeft bijgedragen... Strava vond ik heel leuk. Dus een social app, hè? Een app, ja. Strandrace vond ik heel leuk. En ik ben eigenlijk langzaam maar zeker weer een beetje de sport ingetrokken. Ook door heel veel mee te trainen met jongere renners en rensters. En ik zag eigenlijk allerlei nieuwe invloeden en nieuwe dingen voorbij komen... waarvan ik dacht, oh, wacht, dat is... ook wel heel interessant. En voordat ik het wist, was ik eigenlijk weer steeds serieuzer aan het koersen. En je was wegrennen en je gaat nu vooral op het strand en op gravel rijden. Ja, en dat is, het zijn totaal nieuwe ontwikkelingen in het wielrennen gekomen de afgelopen Want jaren. Is dit een beetje hip en happening? Want hoe is dit groeiend? Ja, de foto's die je nu ziet, dit is van een strandwedstrijd van afgelopen weekend. Maar eigenlijk wat je de afgelopen paar jaar ziet, is dat je een hele nieuwe wielerdiscipline hebt, gravel racen. Het komt een beetje overwaaien uit Amerika. Misschien vanuit... het lijkt ook een beetje op het heroïsche wielrennen van 100 jaar geleden misschien wel in Europa. Dat je helemaal onder het vuil zit. Helemaal onder het vuil. Ja, gewoon over bospaadjes. Eigenlijk de paadjes die je vroeger nooit nam. Want dan reed je lek of dat was allemaal ingewikkeld. Die neem je nu dus juist wel. Dus er is eigenlijk een hele nieuwe discipline ontstaan met allerlei prachtige wedstrijden. Ik hoorde zelfs dat de helft van alle racefietsen die nu verkocht worden, zijn gravelfietsen. Ja, heb jij er ook wel een? Nee, nog niet. Ik ben bezig. Maar het is nog niet af. Ja, nou, je ziet het eigenlijk op alle niveaus is het echt ontzettend interessant. Het is niet alleen maar een toefje of een topje wedstrijdrenners die dit interessant vindt. Het is eigenlijk door alle geledingen heen.